De reguliere onderhoudswerkzaamheden van het ministerie van Openbare Werken gaan onverkort door. Wij moeten wel rekening houden met onze weersomstandigheden. Maar alles gaat normaal door, zegt minister Riyad Noor Mohammed. De bewindsman geeft verder aan dat het ministerie nog veel in eigen beheer doet en wel met de weinige machines die er zijn. Dat gaat nog door in verschillende districten. De machines worden uitgeleend, roleren per district, dus dat programma gaat door. Maar simultaan hebben we ook aanbesteed, egaliseren, bestaande goed opgraven, maar we gaan wel keuzes maken, want dat zijn enorme bedragen. En dat geldt ook voor andere civiele werk, hoor. De kleine bruggetjes, de gaten in de weg. Dus dat gaat simultaan doorgaan. Dingen als, je weet, gisteren was er ook zoiets, een sluis die het begeven heeft. Dat soort dingen hebben ook onze aandacht. Maar we zitten wel in de financiële crisis. Toch? Mensen moeten daar rekening mee houden dat we in een crisis zitten. En ik hier niet kan permitteren dat we dure belastingsgelden van het volk op deze manier gaan verspillen. Dat is de verantwoordelijkheid van ons allen om daarop te letten. Als mensen kiezen voor een ander pad, als mensen geen begrip hebben voor de situatie waar we zitten, dan zal ik als minister van Openbare Werken geen andere keuze hebben. Ook de afdeling Openbaar Groen, die een onderdirectoraat is van het ministerie, doet veel in eigen beheer, zegt de bewindsman. Dus dat bedoel ik, dat werk gaat regulier door, dat zie je trouwens. Je ziet dat ze bermen bezig zijn te maaien, dat is in eigen beheer. En we gaan een deel uitbesteden. Dus dat gaat rustig door. Je weet de bomen in de Gravenstraat, die zijn onlangs gesnoeid geworden. Dat is in eigen beheer gebeurd. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Ondanks de aanhoudende regens gaan de onderhoudswerkzaamheden van openbare werken onverkort door.